Het volgende item wat we behandelen is het dubbele stokje. Een gewoon stokje gehad, een half stokje. Maar je hebt natuurlijk ook dubbele stokjes, drie dubbele stokjes, vijf dubbele stokjes. Nou, dat gaat nu te ver, maar een dubbel stokje komt vrij veel voor. Als je een toer dubbele stokjes moet maken, gaan we de toer beginnen met niet drie, maar vier lossen. Vier lossen die dienst doen als eerste dubbele stokje. Draai het werk. Reken erop dat je naar het tweede stokje gaat. Wat je nu doet is, in plaats van één keer de omslag om je naald, doe je twee keer een omslag om je naald. Je steekt weer in onder de twee lussen door. Haal de draad op en je hebt nu vier lussen op je naald staan. En weer volgens het principe van steeds twee afhalen, haal je de draad door steeds twee lussen heen en er ontstaat een dubbel stokje. Doe het nog een keer. 1, 2 lussen op je naald. Steek in de vorige toer, weer door de twee lussen heen, haal je draad naar boven, 4 lusjes op de naald, omslag, haal hem door 2 heen, omslag, haal hem door 2 heen, omslag en door de laatste 2. En dat is je dubbele stokje.